Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen zaterdag uit bij VV Heino. VV Heino staat op plek 14 en Excelsior 31 staat bovenaan. Laten we gaan kijken naar de beelden van dit duel. Vragen wij 1 minuut stilte in verband met het overlijden van Ina Dennekamp, lid van verdiensten bij Excelsior 31. Thank you.
Ja, was de kracht van vandaag ook de rust bewaren? Ja, maar het is alweer onze kracht. Hè. Kijk, we zetten natuurlijk een aardige serie neer naar de winterstop. En eigenlijk daarvoor ook al. Maar goed, je kunt zeggen dat we wedstrijden zoals Bikwik uit en Pelikaan uit. Ja, ik heb wel het gevoel dat we dusdanig volwassen zijn geworden als groep. Dat we dat steeds minder krijgen. En ja, dat we volwassen zijn en dat we dit soort wedstrijden dus op deze manier gaan killen. En ja, dat is een groot compliment naar onze groep. En fijn dat we zo'n ontwikkeling door hebben gemaakt. Dat was het vanuit Heino. Volgende week zaterdag hebben we een vrij weekend. Die dinsdag erop, 12 maart, spelen we uit een bekerwedstrijd tegen Dato. Heel graag tot dan! Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.